Welkom bij het laatste filmpje voor deze week, het ontbinden van krachten en kijken hoe dat samenwerkt. Nu, in dit geval hebben ze een foto genomen van een ophangbrug. In zo'n ophangbrug is het heel cruciaal dat de boel natuurlijk niet instort. Dus je wil niet dat er een grotere kracht naar beneden is door de zwaartekracht dan dat er ooit een kracht naar boven zou zijn. Ja. Maar, omwille van kosten te besparen, wil je ook wel niet dat er om de halve meter zo'n gigantische constructie staat om dat op te hangen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben daarvoor van die spantouwen gebruikt om die zwaartekracht van die brug eigenlijk te overspannen. Als je naar die constructie kijkt, zeggen ze hier, teken de krachten van de tuibrugtouwen, dat zijn eigenlijk die touwen die hierop staan, op het wegdek en noem ze F1 en F2. Maar als we dat gaan tekenen, neem ik hier opnieuw even mijn structuur erbij. Ik zal hem even in blauw zetten, want tegenover dat rode steekt dat wat beter af. En dan ga je effectief zien dat er daar twee krachten ontstaan. Zoals ze hier zo tekenen. En die twee krachten die zijn grosso modo even groot. Ja. Nu, je zal ook zien dat die twee krachten niet zo groot zijn als die zwaartekracht die ik hier in het midden getekend heb. Maar dat hoeft daarom geen probleem te zijn. Want als we willen gaan kijken hoe die twee samenwerken, ja, dan hebben die een zekere component naar links en naar rechts, want het zijn diagonaal. Maar die is eigenlijk niet zo interessant voor ons. Wij zijn vooral geïnteresseerd in, die brug gaat toch niet instorten. Hè? Daarom teken ik ook hier weer even mijn stippellijn langs die y-as, langs de verticale as. En dan kan ik daar perfect op gaan uitstippelen hoe groot die component nu is van die twee krachten, F1 en F2, langs één dat assenstelsel. Want dan begin ik vanuit de twee punten daarvan en maak ik daarvan een projectie op die x-as. Gaan we dus kijken naar dat geheel. Dan heb ik hier kracht F1. Tekent. Hier kracht F2. Maar als we gaan kijken wat die doen naar boven toe, dan kan ik eigenlijk zeggen dat dat hier, in deze context, ik ga hier deze even in het groen tekenen, allebei op hetzelfde neerkomen naar boven toe. Namelijk die groene pijl die dat daar staat. En die groene pijl, die zou ik bijvoorbeeld kunnen noemen de kracht van 1, van kracht 1, op de x-as. Maar die is nu perfect gelijk aan de kracht van 2 op die x-as. Dus in deze context, nog wel even vectorpijlen boven tekenen, doen die twee krachten hetzelfde. De totale kracht die dan naar boven uitgeoefend wordt in deze oefening, is dus twee keer die kracht naar boven toe. En als die twee keer naar boven toe gelegd wordt, die vectorpijl, dan proberen we dat even visueel duidelijk te maken. Op zo'n digitaal bord is dat nog relatief makkelijk. Die twee keer teken, en ik selecteer die dan, voor die dan even erbovenop te zetten, dan merk je van, ah ja, die twee komen even hoog uit als die FZ hier getekend is. Is daar het probleem mee opgelost? Liefst niet. Ze zeggen hier daarnaast wel correct bij, verklaar waarom de touwen meer dan de helft van de brug moet kunnen dragen. Want je ziet, die zijn even groot. Er moeten ook nog auto's over die brug rijden en vrachtwagens en dergelijke. Dus in de praktijk wil je wel als ingenieur dat die kracht meer zal zijn dan zomaar even twee keer genoeg om de zwaartekracht van die brug te torsen natuurlijk. Maar voor dat filmpje voor uit te leggen wat hier gaande is, heb ik het wel even ongeveer even groot getekend. Ja? Mooi voorbeeldje daarvan. Nu, dit verklaart ook waarom dat fietsen langs een helling zo moeilijk, maar ook soms zo gemakkelijk kan zijn. Wat doe ik daar nu mee?
Stel dat we hier vertrekken vanuit een fietsoppervlakte. Ze hebben hier nu de oppervlaktes wel niet getekend langs hoe dat die persoon aan het fietsen is. Dus ik kan dat wel even makkelijkheidshalve er al bij tekenen. Maar we gaan dat doen in een stippellijntje. Op die manier. Als ik wil kijken wat hiermee gebeurt, dan weet je dat er op die fietser een kracht uitgeoefend wordt, namelijk de zwaartekracht. En die zwaartekracht is, zoals steeds, naar beneden toe gericht. Dus ik ga even deze persoon hier nemen en die F-set er hier zo bij tekenen. Ja? Nu, die F-set, die zwaartekracht, die ga je dus kunnen ontbinden in twee aspecten. Hoe doe ik dat? Wel, nogmaals, ik ga beginnen vanuit de oorsprong van die kracht, van die vector, het aangrijpingspunt, en ik ga daarop een evenwijdige projectie maken van mijn ondersteuningsvlak. Dus ik ga hiermee werken. Ja. Ik ga hetzelfde doen door hier. Dus dit is eigenlijk, zoals ze in de oefening beschrijven, ontbindt de zwaartekracht in krachten langs, ja, en nu ook loodrecht op de helling. De loodrechte is nu deze. Ja? Wil ik de projectie maken langs het wegdek, wat doe ik dan? Dan vertrek ik weer vanuit het puntje van die zwaartekracht, teken ik mijn stippellijntje op dit punt. En dan heb ik mijn antwoord voor hoeveel kracht dat is langs dat wegdek. En je ziet dat dat zo'n klein beetje naar achter toe gericht staat. Hè? Wat logisch is, want als je een weg opfietst, dan lijkt het voor jou hè, alsof dat je ja, een beetje naar achter getrokken wordt. Hè? Dus dit is die kracht langs in het rood, die ik hier getekend heb. Ja. Wil ik datzelfde doen om te ontbinden loodrecht op de helling, dan neem ik er opnieuw mijn geodriehoek bij. Ik zet die in parallel met die eerste hier. En ik teken hier de projectie van die zwaartekracht langsheen of loodrecht op het ondersteunend oppervlakte. Die kunnen we dan bijvoorbeeld noemen in deze context. Ik zal nog een blauwe nemen, die hadden we nog niet gebruikt. Dit is dan de kracht loodrecht op de helling in deze context. Die loodrecht op de helling heb ik hier in blauw getekend bij deze twee fietsers. Dus die zwaartekracht in dit geval, die zorgt er eigenlijk voor dat je vooral die rode component gaat je enorm merken, want dat is degene die je eigenlijk zo precies naar achter doet trekken, hè, die dat naar uw ervaring het lastig maakt om bergop te fietsen. Dat komt door de zwaartekracht dus. Je kan datzelfde nu beginnen doen voor naar beneden fietsen. Nu, ik vind wel dat ze hier in het boek enorm stijl hebben gemaakt. Dus dit is de effectieve helling dat die persoon afrijdt. In deze context gaat mijn zwaartekracht niet veranderd zijn. Voor mij is dat lekker makkelijk. Ik kan hier gewoon mijn pijl selecteren en dan hier ingeven van ik zou die graag nog eens een keertje plakken graag. Dus we gaan die op dezelfde plaats zetten, even groot als die component van de persoon die naar beneden fietst. Ja. Wil ik dat dus gaan ontbinden in factoren langs de baan en langs de hoofdas, of loodrecht daarop, beter gezegd, dan begin ik dus opnieuw door mijn geodriehoek erbij te nemen. Ik teken hier in het aangrijpingspunt van
mijn zwaartekracht die evenwijdige lijn. En ik zet ook nog eens daar de loodlijn erbovenop. Wil ik dus de projectie maken langs de baan, dan moet ik dus weer beginnen in het puntje van mijn geodriehoek, van mijn zwaartekracht, beter gezegd. En daar dan de projectie langs maken. Ja. Met andere woorden, wil ik de kracht tekenen, en ik doe dat weer, probeer dat consistent te doen in het rood, de kracht langs de baan, dan is dat die hoeveelheid. Nu, je ziet, dat is behoorlijk veel kracht die dat je extra ervaart, maar als je van zo'n helling afdondert, zul je weten hebben, hè, dat je een enorme snelheid bijmaakt. Hoe zit het dan met de kracht naar beneden toe? Wel, het komt hier gewoon echt mooi uit dat ik geen stippellijn moet tekenen. Dus puur toevallig, want deze stippellijn van het wegdek komt hier al in uit. Wil ik daar dus een tekening maken voor de kracht loodrecht op de helling, dan is dat die lijn die dat daar naar beneden getekend wordt. Ja? Het is vooral die rode die dat je in het oog moet houden, want dat is de kracht hoe dat jij beweegt langs de baan. En met fietsen ga je nooit op en neer bewegen. Hè? Dus je gaat nooit ineens van de baan afkomen en door de grond zakken. Dus die blauwe pijl die is academisch eigenlijk. Het is vooral die. Verklaar de beweging van de fietser aan de hand van de ontbonden F-zit langs de helling. Je mag daarbij schrijven, bij bovenop fietsen, of naar boven toe fietsen, is de kracht langs de baan in tegenstelde zin van de fietssnelheid. Naar beneden fietsen, dan is de kracht langs de baan met dezelfde zin als de fietssnelheid. Naar bovenaan. Dus die werkt hier mee en hier werkt die tegen. Ja. Hoe zit het dan bij de cirkelbeweging? Dat is een complexere beweging die dat we volgende week even gaan behandelen. Ja. Dus C, dat komt nog. Oefening D, het moment van een kracht, dat is wel iets dat we gaan tussen haakjes zetten. Dat is ook geen verplichte leerstof. Die kunnen we nog iets later bekijken ook. Als ik er nog tijd voor heb op het einde van het jaar, ga ik er nog op terugkomen. Goed, tot volgende week.